De ponies staan er klaar voor en handelaar Joop ook. Met 5 ponies kwam hij naar Loenen en de verkoop gaat goed. Ik heb er hier vanmorgen 4 verkocht, 1 moet ik er nog verkopen. Maar morgen stond even goud in de mond. Dat is een ding dat zeker is. Het is een echte traditie. Al 28 jaar worden op de eerste maandag van augustus ponies verhandeld. Joop is inmiddels een echt ponycorrivee. De Adeline die maakt het leuk om het te doen. En je zit in de handel, dat vind je gewoon, iedereen vindt dat prachtig. Maar daarom, ja, ik ben hier 's morgens om 4:15. En dan ben ik 28 jaar de eerste geweest, dus daar word ik ook zo oud. En bij die 28 jaar horen ook echte tradities, zoals het handjeklap en de stok. Een koopman die gaat altijd met een stok naar de markt, met de oog op de koeien een beetje aandrijven, de ponies een beetje aandrijven, een beetje in gereed te zetten, maar niet om ze te slaan. En zit er nog wat leuks voor u bij? We hebben een nieuw appartement. Ja, dan is geen zin om meer ponies te hebben. Heeft u al wat gezien? Ja, ponies. Ik heb er zelf ook 2, dus. En u bent nog niet op zoek naar een derde pony erbij? Nee, dank u wel. Aan deze kijker zal Joop zijn pony niet kwijtraken. Maar gelukkig heeft hij een goede tactiek om de laatste ook nog te verkopen. Als me niet te veel vraagt, ben je hem zo kwijt. Ja, dat denk ik dat zeker is. Ja.